Het is wel een oude christelijke gewoonte van een school in te zegenen, een gebouw in te zegenen, een huis, een familie te zegenen. En wanneer de leerlingen door Jezus gezonden werden, dan zei hij hun, als je toekomt bij de mensen, het eerste wat gezegd is, vrede zij aan dit huis. We staan hier bij ons met Karen de Pilg, directeur hier van het Sint Aloysius College in Eindhoven. Mevrouw proficiat eerst en vooral, en pracht van een gebouw. En u bent waarschijnlijk ook heel tevreden daarmee. Dank u wel. Uiteraard zijn wij heel fier op onze gebouwen. Wij zijn heel trots. Wij vinden ze heel kleurrijk. We hebben ineens bewegingsruimte. En als u weet van waar wij komen, dan zijn wij nu echt wel heel gelukkig. Wat maakt u het gebouw nu eigenlijk zo speciaal? Wij zijn vooral uitgegaan van twee grote ruimtes en daar rondom ons 10 klassen gebouwd. Omdat wij willen dat onze kinderen meer bewegingsruimte krijgen, dat kinderen kunnen bewegen de hele dag door. En vanuit de klassen kunnen de leerkrachten ook altijd een oogje in het zeil houden. Dus kleuters zitten beneden, heb ik begrepen, en secundaire zit nog een gedeelte boven. Ja, dat klopt helemaal. De secundaire afdeling, waarvan dat vooral de eerste graadsleerlingen daar aanwezig zijn, die zitten op de verdieping. Net hierboven. U bent directeur van de secundaire. Boven secundair en beneden kleuters, geeft dat geen problemen voor jullie? Nee, het zijn echt twee aparte pedagogische entiteiten. Er is ook geen verbinding tussen beide. Er is ook heel veel aandacht geschonken aan de akoestiek, zodat wij helemaal geen problemen hebben om samen boven elkaar te leven en te werken. Wat zijn de reacties van de leerlingen? De leerlingen zijn zeer tevreden, zeker omdat er een mooi nieuw open leercentrum is, waar rond alle klassen gebouwd zijn en dat is toch wel een meerwaarde. En ook voor de sportzaal. Er is hier heel lang geen of weinig sportinfrastructuur geweest en nu is er een hele mooie, ruime sportzaal en daar zijn onze leerlingen ook heel tevreden mee. Meneer de Rijke, voorzitter van ICORN, we kunnen ons best voorstellen dat dit allemaal heel lang moet duren, maar 15 jaar is toch bijzonder lang. Waarom? Ja, dat heeft vooral te maken met de subsidiëring van de Vlaamse overheid, die oorspronkelijk op een systeem zat met een wachttijd van verschillende jaren, die nu sinds een aantal jaren met Scholen van Morgen een systeem opgezet heeft van particuliere en overheidsinstelling. En van daaruit is dat veel sneller allemaal gegaan en zijn we toch binnen een paar jaar ons project kunnen realiseren. De bouw zelf, het gebeuren, Hans, is dat vlot verlopen eigenlijk? De bouw is heel vlot verlopen. Als je ziet dat we een jaar geleden maar onze eerste steen hebben gelegd, op onze twee campussen uiteraard. En dat we hier dan toch een volledige kleuterschool, een gedeelde eerste graadschool en een sportgal bouwen, is dit zeer vlot gegaan. Maar dat allemaal onder de deskundige leiding van onze directeur ondersteunende diensten. Wel, hier zijn de werken afgelopen, maar u mag niet vergeten, we hebben nog scholen waar de nood ook heel hoog is. Met andere woorden ook, Sint-Joris bijvoorbeeld, dat is een project waar we nu aan starten. En dat zal dan ook weer voor de nodige werk en energie vragen. Maar dat komt ook wel in orde. Oké, we wensen je alvast veel succes toe met de komende projecten voor u. Dank u wel. Ninos Media is het regionaal nieuwsmedium voor Ninove en de Dennenstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Dennenstreek via info@ninofmedia.tv of 0495 69 32 72.